Hoi allemaal, het is vandaag 31 december, oudjaarsdag, en ik wil jullie nu alvast een gelukkig nieuwjaar toewensen. 2017 was een superjaar voor mij. Ik ben van een paar duizend naar 37.500 abonnees op YouTube gegaan. En al 26.000 volgers op Instagram. En het blijft maar groeien. Ik wil jullie erg bedanken voor alle leuke ontmoetingen, lieve reacties en DM's. Ik vind het super lief dat jullie met me meeleven en genieten van de foto's en video's. Heb je leuke video-ideeën of wil je iets kwijt of wil je iets opsturen? Stuur me zeker dan een DM via Instagram. Ik probeer alle berichtjes te beantwoorden. Heb je een hele dringende belangrijke vraag of wil je samenwerken met mij? Stuur dan een mailtje naar de onderstaande mailadres en ik ga kijken wat ik voor je kan doen. Ik hoop dat 2018 nog beter gaat zijn. Tientallen nieuwe video's op donderdag en zondag. Leuke samenwerkingen en hopelijk richting de 50.000 abonnees. En ben jij, nu deze video aan het kijken bent, nog niet geabonneerd? Doe dat dan alsnog. Klik op abonneren en op het belletje ernaast, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Veel plezier met kijken naar de laatste video van dit jaar. Vandaag is weer een nieuwe video. En in deze video heb ik een handlettervideo die te maken heeft met het nieuwe jaar. En ja, het wordt straks gewoon 2018. Dit is gewoon de laatste video in 2017 die ik maak. Super onwerkelijk dus. Ik vind het zelf heel erg leuk en ik ben heel benieuwd wat 2018 gaat brengen. Maar vandaag heb ik dus een handlettervideo met een beetje het thema van nieuwjaar. En de handlettering die we gaan maken ga ik nu laten zien aan jullie. Zoals je ziet, helemaal het thema van het nieuwjaar. Ik heb zelfs een product gemaakt van glitterpapier. Ik vind het zelf echt een heel erg leuk eindresultaat hebben. In deze video zit ook nog een compilatie van alle leuke beelden vanuit mijn video's. Vanaf ongeveer 10.000 abonnees tot nu waar ik nu sta. Echt heel erg onwerkelijk dat het zo snel is gegroeid in 2017. En ik ben heel benieuwd hoe snel het gaat groeien in 2018. Dus ja, dat kijk ik al heel erg naar uit. Gelukkig nieuwjaar alvast. En ja, we gaan gewoon nu snel beginnen met deze video. Dus laten we snel beginnen. Let's go! Mijn eerste video van het jaar was deze. YouTube-vriendinnen ontmoeten in Utrecht. Niet veel later, op 13 april, kwamen ze weer voorbij in mijn video It's My Birthday. 5 dagen daarna liet ik jullie al mijn verjaardagscadeaus zien. Op 21 mei had ik mijn eerste mijlpaal van het jaar bereikt. 10.000 abonnees. Begin juni begon ik met handletteren op mijn kanaal. Deze video is al 50.000 keer bekeken. Op de eerste dag van juli filmde ik The Power of Makeup. En liet ik jullie op 4 juli zien wat er allemaal in mijn tas zit. Tijdens de zomervakantie maakte ik een video over de geshopte spullen voor het nieuwe schooljaar. Ruim 75.000 kijkers zagen deze schools voor de shopblog. 9 dagen later behaalde ik mijn tweede mijlpaal van dit jaar. 20.000 abonnees. 10 augustus handletterde ik vrolijk verder en liet ik mijn stash zien. Vanaf 17 augustus ging ik een samenwerking aan met Cosmo Hairstyling Al van de Rijn, waarna ik 4 andere video's met ze opnam. Ik nam een video op met mijn moeder, net daarvoor haalde ik de 30.000 abonnees. Eind oktober ging ik weer door met mijn schoolvideo's en pimpte ik mijn planner. Ik trok het leukste masker uit de kast en maakte op 3 november een Q&A video. Half november liet ik jullie al mijn apps zien tijdens de What's on My iPhone. Samenvatten hoort erbij, en hoe, dat liet ik jullie zien op 3 december. En dit is dan mijn laatste video van het jaar. Wat willen jullie volgend jaar zien? Laat het hieronder maar weten. Na de 3 mijlpalen in 2017 hoop ik in 2018 zeker de 4e te bereiken. Dus voor iedereen die nu kijkt en nog niet geabonneerd is, doe het zeker. Het kost helemaal niets en je blijft altijd op de hoogte van mijn nieuwste video. Dit is de handlettering die we gaan maken. Er staat op Happy New Year. En ik probeer dan ook zelf die glittertjes erbij te doen. Ik weet nog niet zeker of dat heel erg mooi wordt. Maar ik ga het in ieder geval wel proberen. Ik heb daar ook folie voor. En ja, ik probeer het maar. Dus ik ben heel benieuwd of het gaat lukken. Dit is hetgeen wat ik ga gebruiken. Het is een bullet journal. En ja, dit is de voorkant. Ik heb de laatste tijd wat minder gehandletterd. Maar bijvoorbeeld deze heb ik nog gemaakt. Deze hele mislukte. Deze en deze. Hello staat hoger dan de glazen en de glazen worden best groot. Dus ik denk dat ik ongeveer hello hier ga zetten. Dan trek ik gewoon een lijn met een potlood. En het hoeft niet heel erg dik te zijn trouwens. Dus je moet het wel kunnen uitgummen. Het zijn een beetje vet gedrukte letters en ze staan ook niet helemaal recht. De letters staan erop en dan gaan we nu door met nieuw.
nieuw staat erop. Alleen het enige probleem is dat hier dan niet meer een glas kan worden getekend. Dus nieuw moet voor mij op een andere plek. Ja, het is heel mooi wordt het. Ik vind het echt lastig, maar ik hoop dat het een beetje, straks als ik het ga inkleuren, een beetje er meer op lijkt. Het ziet er echt uit als een kindertekening nu. Maar dit is in ieder geval wel de schets. Hier komt nog wel een wijnglas, dus die ga ik ook gelijk even schetsen. Ik ben heel benieuwd of dat wel past. En dan moeten hier nog doorheen sterretjes. Ik denk dat ik een betere, grotere, groter blad nodig had. Maar we gaan het gewoon nu gewoon doen. Ik ben heel benieuwd. Ik ga eerst met fineliner alles zeg maar mooi neerzetten. En daarna ga ik het inkleuren met zwart. Ik ben nog niet helemaal tevreden over nieuw. Ik denk toch dat die wat kleiner moet. We gaan het gewoon nog een keer doen. Ik gebruik nu een calligrafiepen en dan ga ik alles inkleuren. Dus alles maak ik gewoon zwart. Tenminste de dikke delen. En dan later ga ik nog even kijken of ik die dunnere lijntjes ook nog wat dikker maak. Maar dat zie ik dan wel. Hij is bijna helemaal ingekleurd en nu ga ik eerst de glazen even inkleuren. De R die heb ik natuurlijk ook nog. Ik denk dat ik gewoon die ook maar inkleur. Nou, ze hebben nog niet doorgedrukt. Had ik wel verwacht. Oké, dit zijn dus de wijnglazen. En wat ik nu ga doen is het uitknippen dat het een beetje gezelliger wordt. Wat trouwens ook nog belangrijk is dat ik allemaal sterretjes en vierkantjes allemaal hier doorheen laat gaan. Dus ik ga het nu even gewoon doen. Zo. Nou, en dan gaan we nu met dit papier, wat ik hier heb liggen, dit helemaal invullen. Dus dat ga ik even uitknippen en als hij dan perfect past, dan plak ik hem op. Zo. Ik ga eerst nog dat kleine stukje uitknippen. Na ellendig veel knippen en plakken is het me eindelijk gelukt en ga ik ze opplakken. En zo is die geworden. Hello New Year. Nou, te leuk vind ik hem. Ik vind het ook heel erg leuk effect geven dat het met dat folie. Ik vind het gewoon heel erg schattig. En ik ben er heel erg blij mee. Dus dit is mijn nieuwjaars handlettering. Dan is dit het einde van deze video. En dit is ook de laatste video die ik in 2017 maak. Ik ben heel benieuwd hoe jullie deze video vonden. Laat maar even weten wat jij heel erg leuk aan vond. En laat ook zeker weten hoe jij het nieuwjaar gaat vieren. Dus ga je met familie vieren? Ga je het met vrienden vieren? Ga je het lekker alleen vieren? Ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval heel veel plezier alvast. En dan zie ik jullie volgende week zondag of donderdag weer bij een nieuwe video in 2018. En ik ben heel benieuwd wat 2018 gaat brengen. Ik ben gewoon heel benieuwd naar. Ik hoop heel erg veel goeds en heel veel plezier met het vieren ervan. Tot de volgende keer weer. Doei doei!